Ik heb weer normale wenkies. Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Waarom ben je weg? Nu is dit het alleen maar. Dus. Not everybody. The people that look around. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. Ik weet niet hoeveel januari. 23 januari. En het is al bijna 8:30. Dus ik moet haasten. Want Esme is er om 9:00 en vandaag is haar eerste werkdag. Dus ik kan niet laat zijn. Dus ik ga snel even mijn chudrans opdrinken, mijn thee drinken en dan gaan we uit huis. Nou, ik wil zeggen, ik laat er niet dit zien. Echt dit. Het is Esme de eerste dag. Maar door haar zit ik nu ook met de sjaal. Ik dacht, ik doe gezellig mee. Het is een beetje koud. En het is nu 1:00. En ik zie net dat mijn afspraak buiten aan is gekomen. Dus ik ga maar daar naartoe. En misschien zien jullie binnenkort meer van Esme, maar nu is dit het alleen. Dus, jullie zien er snel, ze is niet verdwenen. Hi guys, het is vandaag. Hallo. Dinsdag. En als je lijkt, ik heb gewoon ontplofte iets. Esme, tweede dag. Jullie zien vandaag meer dan haar hand. En ik ga nu even snel naar een afspraak, dus ik laat Esme alleen. Maar ik vertrouw er wel, dus het komt wel goed. En dan gaan we straks weer door. Eindstand is gewoon weg, hè? Kom ik terug, komt gewoon nooit meer. Nou, jullie zien er straks weer. Nou, het is bijna 6:30 en we mogen inderdaad bijna naar huis weg. Voor nu gewoon even nog even een kwartiertje doorwerken en dan richting de sportschool. Ga je ook sporten of ga je naar huis? Ik ga naar een vriendin. Gezellig. Ik ga eten. Het is vandaag 26 januari. Het is donderdag. En gisteren was ik echt iets van 10 uurtjes op kantoor of zo. Ik ben gewoon kapot. Ik ben gisteren niet wezen sporten. Ik ben alleen maandag, dinsdag wezen sporten. Woensdag niet. En het is nu donderdag. En het is bijna 6:00. Of het is precies 6:00. En alsof je dat kon zien. Maar goed, het is precies 6:00. En ik twijfel om te gaan sporten. Ik ben zo moe. En ik heb iets rond van 11 taken af vandaag. Maar ik ben er wel sinds 9:00, dus ik heb best wel een lange dag gehad op werk. Ik ga even een lijst maken met dingen die ik morgen ga doen. Ik ga gelukkig morgen vanuit huis werken, dus dat is wel chill. Dus ik denk dat ik morgen gewoon in de ochtend met mijn moeder mee ga. En dan gaan we ontbijten met een tante, dan ga ik naar de sportschool. Dan ben ik rond 12:00 thuis en dan, wat gaan we dan doen? Oh ja, dan werken natuurlijk. Dan gaan we lekker de hele avond werken. En dan zien we het wel. Hi guys, het is vandaag zaterdag en het is al 3:00. Maar ik ben voor Vermel vandaag naar de kunsthal gekomen om te kijken naar de show. Of ja, de tentoonstelling van Peter Wimber. En dat komt allemaal op vermel.nl, dus je moet dat zeker checken. Maar ik neem jullie straks mee voor een rondleiding en dan zien we iets verder. Ik zat gewoon vet random daar en ik was dus net bezig met vloggen. En toen ging een man foto's maken wat super awkward was. Dus vandaar dat het niet zo goed ging. Maar dat zien jullie volgens mij wel waar ik zo awkward deed. Maar dat komt allemaal goed. When that trend happens, so they say, well, that's great, that's fabulous. Why don't they all have all the hairs, all short hair, that's really great. But they don't know why. And there might be one guy who started this and he knows why. And all the other 150 million behind, they don't know why. Hoi guys, nou ik heb binnen best wel awkward lopen filmen. Omdat toen ik eenmaal aankwam, maakte een fotograaf alleen maar foto's van me. Omdat ik aan het vloggen was. Dus ik begon te stotteren volgens mij en ik sprak echt onzin. Maar ik was naar de tentoonstelling van Peter Lindbergh. En hij is zeg maar een fotograaf. En hij doet echt zeg maar aan storytelling. En hij heeft echt de bekendste topmodels gefotografeerd. En het was super interessant, omdat bij deze tentoonstelling was hij er zelf bij. Dus had hij ook eigenlijk een persoonlijk verhaaltje bij alles. En ik was wel blij dat ik vandaag ben gegaan in plaats van volgende week of zo, omdat hij er dan niet is. En dan heb je niet dat persoonlijke verhaal erbij, dus dat zou wel heel jammer zijn geweest. Maar ja, het was super interessant. Ik ga even snel naar de kapper epileren, want ik zie er uit als een wolf als je dat kan zien. En dan ga ik naar huis. Ik heb weer normale wenkies.
En dat komt door deze twee. Ja, deze heeft altijd commentaar over alles. Nee. En die andere die daar gestopt is ergens, die doet mijn wenkbrauwen. Maar vandaag ga ik mijn haar niet stylen, want het is al laat. En ik bedoel, ik ben al na sluitingstijd hier. Dus ik ben al blij dat ik normale wenkbrauwen heb, zodat ik maandag als een normaal persoon naar Amsterdam kan gaan. Maar nu ga ik lekker naar huis. En dan lekker chillen. Hi guys, het is vandaag zondag. Ik ga snel even eten. En dan richting kantoor. En dan ga ik nog even werken. En ik zie er niet uit. Ik heb geen make-up op. Ik heb mijn haar niet gesteld. Maar dat ga ik allemaal vanavond doen. Want morgen moet ik voor Vermel naar weg. Zo, voor een interview. Dus ik kan dan niet zo aankomen. Dus ja, dat doe ik later vandaag. Maar nu even ontbijten. En dan richting kantoor. En ik ben gisteren zo laat gaan slapen. Maar goed, dan heb ik tenminste mijn werk voor morgen af. Ik ben lekker op een leeg kantoor. Ik wacht even op Priya en dan gaan we aan het werk. Maar verder dan werken, opruimen, koken, mijn haar doen, mijn gezicht fixen, ga ik eigenlijk niks doen. Dus ik dacht, ik sluit de video hier af. Ik zal vanaf volgende week meer leukere dingen vloggen. Want ja, de laatste tijd is gewoon heel saai geweest omdat ik gewoon heel druk was met werk. En ik eigenlijk niks vlogde. Dus ik ga proberen gewoon nu leuke dingen te vloggen of meer leuke dingen te vloggen. In plaats alleen werk en ja, dat eigenlijk. Dus ik zie jullie volgende week en later.